Op deze zonnige septembernamiddag zag ik deze twee jongeren vlakbij de beurs en ik was in eerste instantie getrokken naar de kleurencombinatie, het zwart-rode, en in tweede instantie naar de manier waarop ze met elkaar omgingen. Heel teder, heel verliefd, heel verbonden. En toen ik dichterbij kwam en ik ze mocht portretteren, zag ik ook haar tatoeage. Reaching out for love stond erop. Verbonden blijven in deze moeilijke coronatijden was niet makkelijk, want fysiek contact mocht niet. Je kon elkaar niet langer knuffelen of aanraken. Het is een heel bevreemdende tijd.